Yo mensen van YouTubers en welkom weer in History Park voor de volgende attractie video hier in 1008. En zoals je ziet, het is 1009. Het is 1008 man. Nee, kijk maar niet boven. 1009 bestaat niet. Wel op Engels en Verge. Maar zoals je ziet is het eindelijk opgelost. Het kan gewoon niet zonder problemen geweest te zijn, maar ik kan eindelijk shaders opnemen. Ja mensen, dat kan YouTubers. Dat heeft Jonas goed geregeld. Jongen, jij hebt daar niks mee gedaan. Ik heb dat allemaal... Kom, gaan binnen mensen. Die video heeft niks geholpen. Sorry Jens, het is Jens' schuld dat dit hier staat. Dat moet nog gebruikt worden. Ja, hier staat dan Dungeon and Night. Fast Enterprise. Ja, dan moet je nog bijzetten, hè. Fast Rise. Oké, okay, we gaan nu binnen. We gaan wat ride laten zien eens komen. We gaan niks doen, als nu. Jongen, ik kan een ride opstuderen. En muziek is er al gefixt hier, maar ik heb het uitgezet, mensen. Jullie krijgen het volgende video pas te horen. Kom naar de stoomtrein kijken. Steam train, de station. Ja, en... Ik heb mensen, ja hier is het dus ook weer goed bezig, hier is de baan van de bobsled is gereed. De bobsled. En... Hij is nog lang niet gereed, hij heeft nog geen ondersteuning en zo. De baan is gereed, zei ik. Dus... Ja, dat is ook alles. Hier, dat is al, dus hier moet nog wat vernieuwd, gebouwd worden. Maar dit is de baan al en dit is het dak. Ja, die is helemaal klaar nu. Hier. Een heel stof. Hey, staat de trailer al online als deze video online komt, ja hè? Ja. Mensen, wat vond je van de trailer? Die heb ik weer helemaal gemaakt. Ik heb hem twee keer gemaakt, want deze vond het weer niet goed de eerste keer. Ja, ik heb het allemaal kunnen doen en meneer Kost weer niet content met zijn franke smoel altijd. Ik wou ook een Engelse trailer voor de Engelse volgers en echte broeders. Dus er komen twee trailers online. Maar die heb je al gezien dus. Maar bon, dit is de baan. Dus dat is ook voor de volgende video, dan is hij klaar en dan is het gebied ook open. Er moet nog van alles gebeuren, zeg. Amai. Dit is ook klaar, Jim Palace is klaar, jongens. Ga binnenkijken. Nee. Woe! Enkel voor mij. Wil je iets kopen voor te drinken? Maar kijk, alles wat je staat hebben we nog niet gezien. Kijk eens, dit is Jim Palace. Oh, en je ziet, Fata Morgana-achtig, van buitenuit. Met die toren en rust, is gewoon iets anders. En hier hebben we Simbad, de bobsled. En hier, die ingang kennen jullie waarschijnlijk ook al. Hier ligt ook een skull beneden. Dus, maar. Het is nu nog dicht, dus we gaan nog niet naar binnen. Allee jongen. Daar moet ook nog muziek en hier is dan het einde. Ik vind dit het wel goed gemaakt. Echt wel mooi deze einde. Ja, ik vind het ook, Jens. Hier, het heeft ook een echte zwart gat waarin je gaat. Ja, mensen. Zoals in veel van die bobsledden. Dit is ook een mooie bocht. Dit is echt zo'n typische bobsledbocht. Ja, we zullen zien of dat gaat werken. Als ik klaar ben ermee. Hier komt ook nog wat gebouwen. En ja. Ja, dit deel is klaar van het gebied. Wacht, ik kom eraan. Godverdekken, hè. Dus eigenlijk over de brugskennis is nu nog alles in bouw. Hé, hey, wat, we hebben nog één special item laten zien. Niet vandaag. Ja, daarvoor gaan we naar... Hier, made by owner Jonas F. Ja, dat is de puizen, hè. Trekt op niks. Dat is mooi! Dat is mooi! Laat weten wat jullie ervan vinden, mensen. Dit is verstopt. Ja, in een koepel. Nutteloze shit. Ik vind dat leuk. Dan laat ik ook mijn bouwkant ook naar boven komen, want ik kan ook goed bouwen. Je kunt dus niks, ja. maar dat is eigenlijk wat we te doen hebben hier in dit gebied, maar... Ik zet trouwens mijn audio even aan. We moeten nog... En kijken in een ander gebied voor een vernieuwd iets. Welk gebied?
prehistorie. Ah, kom maar prehistorie dan, jongen. Wat is hier vernieuwd, jong? Ja, wat was hier niet vernieuwd? Niet blaffen, jongen. Wat is hier vernieuwd, Snoep? Snoep. Wat is er vernieuwd? Oh, niet te geloven. Kom naar Sarcosuchus. Wat, what the fuck? Wat gaan we doen? De Sarcosuchus River, Snoep. Gaan we die treffen? Ja, we gaan die treffen. Ah ja, mensen, er is iets vernieuwd. Ja, hij is weer vergeten, hè? Echt jammer. Lang geleden vernieuwd. Kom, ga er maar op. Oh, nee, naast een tuber. Dat bestaat niet, jong. Ja, inderdaad, ja. Niet naast homo's. Ja, inderdaad. Ja, egelmoeders. We zijn hier weer lekker aan het chillen in de ride. Pin my ride. Dus ik heb weer een game uit 2, dus nu is er geen uitvlucht meer. Hè. Zeg een slag altijd. Ik ga het niet meer proberen, jongen. Dan zitten we zoiets bij in het water als een dikke rijt. Ik heb een lege hand. Ik zit in Game of 2. Doe het maar eens op het einde zijn, hè. Ja, mensen. We hebben een sloper nodig. Jonas is perfect. What a crazy ride, mensen. Als je iemand zoekt om je te slopen, dan is Jonas de perfecte man. Allee, ik doe nooit iets kapot, Jens. De perfecte gay. Wat? De perfecte gay. Gay. Bon. Slash. Jail. Mensen, Jonas is een meet. Jails. Ik heb nog Parijsgevangenis, busgevangenis, vrijheidsbeeldgevangenis. En Big Bang gevangenis en parking. Servers moeten tegen kritiek kunnen, dat kunnen jij dus niet, dus ga. Ik kan er wel tegen, maar jij moet gewoon niet te veel zuiveren. Nee, je kunt er niet. Bon, we gaan doen. Naar boven, mensen, van EagleTubers. En nu wordt muziek helemaal omgeslagen. Yeah! Hallo. Ja, mensen. Dat was heel hobo. Nee, we hopen beroemd te worden, maar ja, het zal wel lukken met mijn ben. Ja, dan verpest het allemaal. Vaak verworpen der aarde, ontwaak verdoept de donkere sfeer. Ja, het leven is een strijd. Inderdaad. Het leven is pijn dat Jens is niet uitgenodigd. We moeten graag maar tegen kunnen dat ik niet naar huis stream. Want het leven is hard. Want het leven is hard. Zolang jij niet dokt, schilf je hier de baas. Jij denkt dus zeker niet dat ik daarin trap, zeker? Omdat jij nu eigenlijk niet de baas... Eigenlijk verdient jij nu bulder. Omdat ik eigenlijk dus al in totaal meer dan een half jaar heb gedokt. Slash! En ik heb nog nooit het paneel gezien, hè? Dus... Ja, maar er wordt de laatste tijd niet hard gewerkt, dus ik moet u helaas bulder geven. Ja, dus jij ook. Dus ik stel voor dat je owner afzet. Oké, wat gaan we nu doen? Wat gaan we doen? Mensen, Jonas zit altijd te blijten dat hij hem alleen moet betalen, maar... Jongen, hij zit die dagelijkse 10 euro gewoon te betalen met geld dat hem gepikt heeft, ja. No way! Ja, way. Dat zijn dikke luigers, mensen. Maar dat was Duizend in de Nacht voor vandaag en de Sarcosuchus River. Dus dat was dit weer de video voor vandaag. Dus dan zeggen we tot de volgende video en... Jonas is gay, duimpje omhoog. Jens kan de pot op, later! Nee, dan is het een duimpje omlaag. Dus, ciao.